Sven, wat een dag voor je. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Jij denkt, ik kom erin en ik maak de 4-4. Hè? Dat dacht je al. Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Ik heb gewoon mijn best gedaan. En trainer zei gewoon 100% gas geven. En meer dan je best doen kan je niet doen, denk ik. Dus dat heb ik gedaan. Wat dacht je toen jij op de bank zat de eerste helft? Waar zit ik in hemelsnaam naar te kijken? Ik denk dat ik dat niet mag zeggen, maar je kan het wel zo benoemen inderdaad. Het was natuurlijk niet best. We stonden binnen 18 minuten volgens mij 3-0 achter. Ja. Ik keek naar de klok en ik dacht, zo, dat gaat wel erg rap. En ja, dan hoop je dat de stand nog een beetje te doen blijft, zodat je inderdaad in de tweede helft erin kan komen en het misschien nog recht kan breien. Ja, jullie gingen een beetje gas geven en in één keer is het 2-4. Ja. Kwam toen het geloof? Ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Adil roepte na de 4-1 van het kan nog. We moeten niet opgeven, zeg maar. Jullie aanvoerden? Ja, precies. En toen dacht ik eigenlijk wel, het was nog heel vroeg in de tweede helft. En ja, inderdaad. Het kan van alles gebeuren in de voetballerij. Je schoot hem heel ondeugend binnen. Ben je een doelpunt te maken? Misschien 2 jaar geleden niet zozeer. Het eerste jaar. Kijk maar eventjes. En vertel maar. Ja. Zo. Hij is nog mooier dan ik dacht. Ja, het is natuurlijk het is leuk om zo terug te zien. Maar dit is een, ik hoorde net statistieken, 1969 is het voor het laatst geweest dat een ploeg in betaald voetbal met een 4-0 achterstand nog een punt heeft gehaald. Ja. En daar heb jij voor gezorgd. Je gaat de geschiedenisboek in. Ja, dat is erg leuk inderdaad. Over 40 jaar dan weet iedereen het nog. Ja. Sven Meinans. Laten we het hopen. En eventjes tegen de trainer zeggen van wat eerder inbrengen. Ja, van ieder geval. Volgende keer natuurlijk wel. Nee. Hup, in de basis. Nee. Dat is aan de trainer. Wil je verder nog iets kwijt? Naar je vader, je moeder, want die zitten niet in het stadion. Nee, die zitten inderdaad niet in het stadion. Nou, ga je gang. Jammer dat jullie er niet bij waren. En ik hoop dat jullie het gezien hebben, dat zal vast. En ik denk dat mijn ouders erg trots op me zijn als ik zo thuis kom. En mijn vriendin. En mijn zus. Doe ze allemaal de groeten. Ik doe jullie allemaal de groeten. Gefeliciteerd. Dankjewel.